Maken jullie kans om Hannes Got Talent te winnen? Vroeg Edson bij hun auditie. Anders zouden wij hier niet zijn, antwoordde Henok van World of Afro. En dat bleek terecht, want de jury kwam woorden tekort bij hun aanstekelijke auditie. En Edson gaf ze zelfs zijn golden buzzer. Yo, this is the World of Afro! Waar ga ik zitten hier uit? Jullie zien er gruwelijk uit. Dankjewel. Oké, dan motorstijl. We gaan hard, dat betekent dat, toch? Ja. Hoe het was om de golden buzzer te krijgen, het voelde echt als een opluchting. Wow, oké. Jullie zijn eigenlijk al gewoon door, maar... De hand van Edson was heel snel, dus ik zag hem niet aankomen. En ik zag, did it happen? Ja. We waren echt in shock, hè? Ja, ik zag het eerlijk, ja. Zoveel power op het podium. Ik hoop dat jullie dat vanavond weer gaan doen. Dan kan het eigenlijk niet misgaan. Hoe hebben jullie je voorbereid? Ja, we hebben ons voorbereid door gewoon heel veel te trainen, heel veel te oefenen, te focussen op details. En ja, we hebben gewoon ons best gedaan om hier te knallen vanavond. Ready? Vanavond in de halve finale gaan jullie ons eigenlijk zien racen. Wij doen namelijk een stuk wat geïnspireerd is door een sportieve uitstraling. Dus wij zitten eigenlijk op motoren. Denken jullie dat jullie Holland's Got Talent kunnen winnen? Ja, ik denk het wel. Ons stuk gaat iedereen omverblazen. We gaan racen naar de finale. Jullie zijn mijn golden buzzer. Ik voel het wel alsof ik een soort van belang in jullie heb. Dus ik wil dat jullie deze editie gewoon gaan winnen. En dan kan ik die andere judges ook gewoon uitlachen. Snap je wat ik bedoel? Ja, dus make it happen. Je hoort ook bij ons, ja? Ja, daarom. Zo voelen. Let's go. World of Afro, heel veel succes. Dank je wel. Maar vooral veel plezier hebben, want ik denk dat dat jullie kracht is. Ja. En dan kom ik later gewoon met die check naar jullie toe. Yes! Let's go! Dit is de golden buzzer van Edson. Hier is World of Afro! Laten we eerst even naar jullie Golden Buzzer jury gaan. Edson. Ja, jongens, wat zijn jullie aan het doen? Wat is dit?
Even serieus. Als ik nu nog een golden buzzer had, had ik hem weer ingedrukt. Het is ongelooflijk. Luister, echt serieus. Het is zo gruwelijk wat jullie doen. Het was zo'n rijk optreden. Er zat van alles in. Mensen gingen weg, kwamen terug zonder shirt, deden hun shirt weer aan. En ik weet niet, er was een stuk dat ik Marc-Marie aankeek. Ja. Het leek alsof jullie... niet wat jullie deden gewoon. Maar het leek alsof jullie krompen. Wat deden jullie daar? Het was echt, ik weet niet hoe... Jullie hebben, ja, dat is crazy om te weten hoe dat voor ons eruit ziet. Het leek bijna magie. Het was zo goed wat jullie deden. Echt master, man. Thank you, thank you, thank you. Dat was raar, toch? Dan. Yeah, it's infectious what you guys do. It makes me want to get up and dance with you, because you have such an incredible vibe. Hij heeft geen heupen meer voor dat. Nee, mag niet meer van de dokter. The music you chose too. Most of the time, anyone else comes out with that music, I'd say it's too much of the same thing the whole time. You got to change it up at a certain point. But you guys made the music come alive with the choreography, with the dancing. You made me feel it. That was so good. Thank you, thank you, thank you. Appreciate it. Chantal. Eerlijk gezegd dacht ik, dit kan niet beter worden. Die Golden Buzzer act, die was al zo fantastisch. En ik dacht ook, we hebben nu al heel veel mensen vanavond gezien waarvan ik dacht, nou, die gun ik nog wel een plekje voor in die finale. En we hebben gewoon een heel groot probleem nu. Want jullie zijn gewoon fantastisch weer. Echt. Marc-Marie, zag ik het goed? Was je aan het meebouncen? Nou ja, maar jullie sloopten het podium gewoon. Het is zoveel energie en zoveel samen. En ik weet, de vorige keer zei ik van, ik kan niet wachten tot de volgende keer. En dat heb ik niet zo vaak. Maar wederom, ik kan gewoon niet. Ik kan me niet voorstellen hoe geweldig de volgende keer zou worden. Jullie zijn zo goed. En het is zo fijn om jullie te kijken. En ik ben het helemaal met Dan eens. Die muziek, als jullie zou horen ergens, zou ik denken, nou, alles, man, dat zou ik niet doen. Maar jullie maken het gewoon waar. Het gaat gewoon over jullie. En het gaat, ja, ik was echt, echt blown away. En dat dank ben ik niet wel. Dank u wel. Appreciate it. Supergoed. De jury was lopend. Het publiek was aan het gillen. De finale komt steeds dichterbij. World of Afro. Yeah. Ja. Ik zou het alvast in mijn agenda zetten. Toch? Daar. Ja, wat deden ze? Ja, het ging ze zijn plié naar achter. Ja, yeah, they just sunk down. But it's just the way they kept their upper body not moving. Dat is zo mooi. Dat is zo goed. Oh, yeah. Ja, dat was echt. Ja. Ik schrok. Ja. Ik dacht, ze deden dit. Joch. Dan en ik doen dat.